bestaan gewoon. Koen Vermeeren, hartelijk welkom. UFO's bestaan gewoon is het de titel van het boek. U bent ingenieur aan de TU in Delft, lucht- en ruimtevaarttechniek. Nou meen ik me te herinneren dat er een aantal maanden wat ophef was, want u was door de TU Delft onder toezicht gesteld omdat u had gezegd dat UFO's gewoon bestaan. Ja. Is dit boek een provocatie? Of hoe staat Nee. Dat onder toezichtstelling is ook de wereld in geholpen door mensen die dat graag wilden. Maar dat is uiteindelijk gewoon helemaal niet gebeurd. De TU is een universiteit en zegt ook gewoon, hier mogen alle wetenschappers hun eigen mening verkondigen. Dat wil niet zeggen dat het de mening van de TU Delft is. Dat is iets anders. Er was toen één man in het bijzonder, ik geloof een sterrenkundige, Dab Hartman, die was zeer verontwaardigd. Ja. Die noemde u een gekkie in een column, wat natuurlijk ook niet heel wetenschappelijk is om meteen te gaan schelden. Maar u houdt vol. U voelt nou, gewoon. Ik ben hem in die zin dankbaar dat ik gedacht heb van ik heb het kennelijk niet goed uitgelegd wat ik precies weet en bedoel. Dus ik ga daar eens een boek over schrijven. Dat papier is een stuk geduldiger. Dus ik dacht, dan zet ik het allemaal op een rijtje. Het is geen boek om mensen te overtuigen, maar het is een boek om te zeggen, jongens, dit heeft mij gebracht als wetenschapper tot de conclusie dat UFO's bestaan. Ik zeg niet dat onmiddellijk dat ze buitenaard zijn, hoewel heel veel getuigen dat claimen. Maar ik wil dat de discussie gevoerd wordt op inhoud en niet op ridiculiseren. En niet op emoties, maar gewoon echt inhoudelijk een debat hier over dit onderwerp, wat zo belangrijk is. Nou, dan bent u aan het goede adres in dit radioprogramma. Ik ben wel benieuwd wat u voor bewijzen aandraagt, uiteraard. Heeft u zelf wel eens een UFO gezien? Wordt vaak gevraagd, uiteraard, aan mij en terecht, denk ik. Ja, zeker. Verschillende keren in het afgelopen jaar al een stuk of 10, 12. Dat vertel ik niet in het boek overigens, want ik verwijs het liefste naar getrainde waarnemers die boven iedere verdenking staan van dat ze bijvoorbeeld zijn. Maar ik moet zeggen, als je er een ziet, mensen zeggen dan van, heb je dan geen foto's gemaakt? Maar daar denk je totaal niet aan. Je bent echt onder de indruk. Wat zag u dan? Een schotel? Een van de belangrijkste dingen die ik gezien heb was één grote bol. En dan moet je je voorstellen, zo'n 4 keer zo groot als de maan. Die 's nachts om 12:30 boven de wijk waar ik woonde hing, waar stralen uitkwamen. Die niet tot de grond kwamen. Dus dat was al heel erg bijzonder. En dat ding hing stil, geluidloos. Bewoog dan naar links, dan weer naar rechts. En op een gegeven moment ging die weg naar de horizon en hij verdween in één keer. En dat was een unidentified flying object. Ja, dat is het in alle opzichten. Want het was niks wat ik als getrainde waarnemer herkende als zodanig. Wat het dan wel is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nou heb ik er nooit een gezien. En ik heb het vandaag aan zo'n beetje iedereen gevraagd die ik ben tegengekomen. En die zeiden ook allemaal dat ze er nog nooit één hadden gezien. Hoe kan het dan dat u er meteen meerdere keren heen heeft gezien? Dat is een hele goede vraag. Nou, de meeste mensen in mijn ervaring kijken ook niet continu naar boven. En dat doe ik beroepsmatig wel. Ik ben altijd naar boven aan het kijken. Dus van ik kijk gewoon niet goed? Dat durf ik niet te zeggen, jongen. Want ik ben niet bij jou continu. Maar dat zou kunnen. Maar het is ietsje ingewikkelder nog dan dat. Omdat ik ook heb gezien dat we soms met verschillende mensen samen staan kijken. En de een zag het heel duidelijk en de ander zag het niet. En dat is zo bizar. Want dat geloven wij ook niet. Hè? Want als ik het zie, moet jij het ook zien. En dat blijkt niet in alle gevallen te zijn. En dat maakt het ingewikkeld om mensen te overtuigen dat van, ja jongens, het is echt een bestaand fenomeen. U bent in uw boek gaan kijken naar getrainde waarnemers, bijvoorbeeld astronauten. Ja. U heeft ook bewijs dat die op een zeker ogenblik zeggen tegen ground control, ik zie iets en ik weet me er niet zo goed raad mee. Ja. Laten we luisteren naar een fragment. Ja. Ja, duidelijker kan het trouwens niet. An object which is at the same place all the time, but appears to be tumbling. Well, we've had it ever since yesterday. It just seems to be tagging along with us. Ja, hier zegt hij, we hebben een object dat vliegt met ons mee, als het ware. Wat horen we hier nou precies? Nou, je hoort een aantal dingen. Ze hebben het over een alien spacecraft. Nou, duidelijker kan haast niet. Ze hebben het over unidentified flying object. Dat is ook heel duidelijk. En er is iets wat met ons meebeweegt. Nou, astronauten, neem van mij aan, weten in de ruimte heel goed wat ze zien. Daar zijn ze namelijk voor hun veiligheid van afhankelijk. Bovendien wordt dat vanuit het grondstation in de gaten gehouden. Hè. Als je op die hoogte zit, dan beweeg je met ongeveer tussen de 25 en de 30.000 kilometer per uur. Dat zijn ongelooflijk hoge snelheden. Als je daar iets tegenkomt wat ook die snelheid heeft, maar precies jouw kant uitkomt, dan gaan die dingen dwars door de cabine heen. Dus daar zijn ze als de dood voor. Dus als zij merken dat er iets in de buurt van het ruimtevaartuig komt, dan worden zij ook verzocht om even in de schuilkelder te gaan die ze hebben aan boord. Dat is een plek waar je enigszins beschermd bent tegen kleine objecten die door de ruimte zweven. Dus als zij dat met camera's volgen
en zij benoemen het dat het een alien spacecraft is of een unidentified flying object, dan weten ze echt niet wat het is. En dat beweegt dan, hè, ook in deze voorbeelden, onder intelligente controle. Hè, dus die dingen hebben een eigen manier van bewegen. Die gaan niet in een rechte lijn. Die bewegen zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun eigen ruimtevaartuig. Dus ja, dit is echt NASA-materiaal. Dus zeg mij dan maar wat zij zien. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar kijk, we zitten op een bolletje ergens in het universum. We hebben onze zon, daar zijn er miljarden van. Ja, zeker. Nou, geloof ik best dat er ergens anders nog intelligent leven bestaat. Ja. Alleen de afstanden zijn zo groot dat wij ze niet kunnen overbruggen. Omdat het gewoon te veel lichtjaren afstand is. Je zou dan met de snelheid van het licht moeten reizen en dat dan een paar duizend jaar. En dat is onmogelijk. Hè? En dus welke brandstof is daartoe in staat en hoe neem je die mee? Dus waarom zouden zij dat wel kunnen, die aliens? Nou, dat is, ik zeg altijd, ik leg het heel eenvoudig uit. Wij als mensheid bedrijven 100 jaar wetenschap. En dan zijn we, zeg maar, vanuit de paardenkoets zijn we gekomen totdat we naar de maan en verder kunnen. Dus we hebben al heel veel bereikt. Als je nou een samenleving hebt die 1000 jaar wetenschap bedrijft, of 100.000 jaar, als je puur kijkt naar de NASA, waar is de NASA mee bezig? Die denken na over hoe je naar andere sterren kunt reizen. Daar worden mensen voor betaald om daarover na te denken. Dus dat willen we ook heel graag. Nou, 1000 jaar verder kunnen wij dat waarschijnlijk ook. Dan is het heel naïef om te zeggen dat andere beschavingen, of ze nou ver weg zijn of dichtbij, want je hoeft misschien geen 1000, maar misschien maar 3 lichtjaar te overbruggen, dat die dat allang niet onder de knie hebben. Alleen er ontstaan heel veel vragen. Dan blijkt dat Einstein geen gelijk heeft. Met zijn lichtsnelheid is de hoogste snelheid. Er blijkt dat we niet weten waarom ze hier komen. Een stuk van hun technologie begrijpen we niet. Dat vind ik allemaal prima. Maar want zij zijn verder dan wij, dus wij snappen het gewoon nog niet. Precies. Dat is, ik zeg ook altijd, van als jij met je mobiele telefoon, hè, je iPhone, naar de middeleeuwen stapt en je loopt daar het marktplein op en je gaat staan bellen en je laat zien wat er allemaal op dat scherm mogelijk is, dan steken ze de brandstapel voor je aan. Want maar dat kan niet. Ze zijn zo knap kennelijk dat ze nooit troepen hebben achtergelaten. Er is er nooit eentje gecrashed of misschien iets afgebroken dat wij hard tastbaar bewijs hebben van dit komt van een andere planeet en dat hebben wij gevonden. Ze zijn wel gecrashed en de belangrijkste crash is bij Roswell. Ik beschrijf dat uitgebreid in het boek. Ook omdat Edgar Mitchell, dat is de 6e man die op de maan is geweest, is daar geboren en getogen en die heeft heel veel mensen daar ontmoet die dat hebben meegemaakt, linksom of rechtsom. Maar de overheden van die dagen hebben gezegd van we stoppen dat weg, we laten het niet zien aan het publiek. En we houden het erop dat het een weerballon was. En daar zijn zoveel onderzoekers inmiddels achter dat het absoluut niet geweest is. Het is echt een crash geweest van een ruimtetoestel met buitenaardse erin. Alleen dat wordt ons gewoon niet verteld. Moet je in complotten geloven om in UFO's te geloven? Kunnen de twee zonder elkaar? Het is heel vervelend en mensen houden er niet van. Maar ik ben erachter gekomen en dat zeggen ze ook allemaal die de show heel goed beheersen. Die zeggen er is een cover-up. Met andere woorden, het wordt onder de pet gehouden. En is dat een samenzwering? Een samenzwering is een afspraak tussen mensen die een bepaald belang hebben te dienen. En in dit geval is dat een heel groot belang. En dat gaat ten koste van de mensheid en onze beschaving op dit moment. En daarom roep ik op van jongens, laten we alsjeblieft kijken naar het bestaande materiaal. Wat is dat grote belang? Waarom mogen wij niet weten als het zo zou zijn dat er UFO's zijn geweest? Edgar Mitchell, die ik afgelopen woensdag nog sprak bij de boekpresentatie, die drukt het zo uit. Hij zegt, er zijn te veel mensen op deze planeet. Een kleine groep is dat. Maar die hebben belangen om winst te maken met bijvoorbeeld de olie industrie, de energiemaatschappijen, de transportmaatschappijen. Want heel die wereld zal veranderen als wij hun technologie onder de knie krijgen. Nou heb ik niet zo'n hoge dunk van de autoriteiten. U volgens mij ook niet. Maar ik denk dat ze zo sukkelig zijn dat ze niet eens in staat zijn tot een goed complot. Want er is er altijd wel eentje die lekt of die zich verspreekt of die iets laat slingeren. Ja. Ja, ik denk dat je daar in principe gelijk in hebt. Alleen, is het nou, wie zijn de autoriteiten? Zijn dat onze ministers, onze minister-president, Kamerleden, de CEO's van grote bedrijven? Ik denk dat er heel veel ook totaal geen idee hebben van dat dit UFO-dossier zo interessant en zo breedschalig is. Maar er zijn misschien toch een paar mensen die achter de schermen, zeg maar, toch aan de knopjes draaien. Ik heb in mijn boek ook een voorbeeld gegeven. Ik ben erachter gekomen dat bijvoorbeeld de Amerikaanse president, die wij allemaal zien als een van de machtigste mannen op aarde, puur in termen van hoeveel mag deze man weten, op een A4'tje in regels ingedeeld nog net niet boven de helft komt, zal ik maar zeggen. Daar zitten dus een hele kleine groep mensen met veel meer mogelijkheden boven, die gewoon zeggen van luister, zie je meneer de president, je krijgt het niet te horen. Dus dat, Barack Obama krijgt het ook niet te weten. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat zegt bijvoorbeeld Eisenhower bij zijn afscheid. Dat zegt John F. Kennedy, zegt dat. Bill Clinton heeft het pas geleden nog gezegd in 2005. Er is een regering in de regering en ik heb daar geen moer over te zeggen.
Wat komen die buitenaardse doen eigenlijk? Als ze zoveel verder zijn dan wij, wat hebben ze hier dan te zoeken? Ja, ja, dat is een fantastische vraag die natuurlijk terecht gesteld wordt. Daar moet je veel speculatief te werk gaan, maar ik vind dat niet erg om te doen. Getuigen zeggen dat wij al tientallen jaren geleden gewaarschuwd zijn als mensheid. Wat jullie met de planeet doen is buitengewoon destructief. En dan praten zij over kernwapens uiteraard en kerntechnologie, maar ook over het feit dat we het oerwoud vernietigen en de zeeën leegvissen. Dus er zijn heel veel zaken die de mensheid op een zeer suïcidaal manier aan het doen is. En omdat wij kennelijk van heel lang geleden al een relatie met hen hebben, zeggen zij van jongens, doe dat nou niet. Op eenzelfde manier dat wij bepaalde landen in de wereld ook via de Verenigde Naties of andere overlegorganen internationaal zeggen van doe dat niet. He, bijvoorbeeld Noord-Korea, zet geen atoomwapens in enzovoort. Dus ik zie het als een soort nabuurschap waarbij we elkaar te hulp komen op het moment dat het fout gaat met een beschaving. En wij zijn heel hard op weg. Maar als je iemand komt waarschuwen, doe je dat niet in het geniep. Dus dan zou je met een groot, met een soort vliegenschotel met zo'n banner erachter komen. Nou, precies. En dat is ook een terechte vraag. Alleen, er wordt ook heel duidelijk gezegd in al die UFO-dossiers, wij hebben vanaf het begin af aan heel zwaar op hen geschoten. Met vliegtuigen, raketten, noem maar op. Dus op de een of andere manier waren we er niet blij mee. We zijn ook bang gemaakt voor aliens. Hè? We hebben het beeld van de alien als een eng groen slijm, iets wat ons probeert te vernietigen. Terwijl heel veel getuigen zeggen van luister hier, er is aangeboden om ons te helpen. Maar hun, ik noem het maar universele wetten, staan niet toe dat zij met geweld ons die lessen komen leren. Op eenzelfde manier, ik breng het altijd maar heel dichtbij, als je buren met elkaar ruzie hebben, hè, man en vrouw, en je hoort dat iedere dag door de muren heen, ja, wanneer stap je dan naar binnen en zeg je van stop nou jongens, want ik ga jullie wel eens vertellen wat het probleem is tussen jullie. Dat mag gewoon niet, dat voelt ook niet goed. Dus wij moeten voor een groot deel ook als mensheid onze eigen verantwoordelijkheid nemen en zeggen van jongens, we gaan eerst onze eigen problemen oplossen. En als we er hulp bij kunnen krijgen, mogen wij dat vragen, maar het is onze verantwoordelijkheid. U zegt dat ze verder zijn dan wij. Dan vraag ik me af waarom ze toch nog heel ouderwets en aards gedacht in een voertuig komen. Ja, ja. En waarom ze dan niet als een onzichtbaar gas hier in ons midden ons zitten uit te lachen zonder dat wij dat merken. Ja. Ja, en dan raak je weer in de kern een onderdeel van het UFO-dossier, waarbij dus niet alleen sprake is van fysieke voertuigen, maar ook omdat zij kennelijk een technologie beheersen waardoor zij in één keer met een voertuig kunnen verschijnen en ook van het een op andere moment kunnen verdwijnen. Met andere woorden, zou het mogelijk zijn dat zij technologiebedrijven die ook door de dimensies heen gaan. Of misschien andere gedaanten aannemen. Misschien bent u wel een alien. Ja. Ja, ik heb de laatste keer gekeken in de spiegel. Het leek er niet op, maar ik durf niet 100% te zeggen. Maar ook dat, als je achteraf zult terugkijken, zal een stukje techniek blijken te zijn. Wat voor ons nu paranormaal is, of magie, noem het maar, mysteries enzovoorts. Dat is achteraf waarschijnlijk gewoon techniek. Hè? Kijk naar de goochelaar, kijk naar de hypnotiseur. Dat zijn zeer bizarre dingen die zij kunnen. Waarvan je, als je de trucage kent, gewoon zegt, oh ja, maar nou snap ik het wel. Het is een prikkelend boek, dat valt niet te ontkennen. Ja. UFO's bestaan gewoon, heet het. Koen Vermeeren, hartelijk dank en veel succes met het zoeken naar het ongerijmde. Dank je wel. Dank je zeer.